Zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis financieel in de knel komen, kunnen vanaf 1 oktober gebruik maken van een overbruggingsregeling, de TOZO 3. Jannie van den Berg van het zelfstandige loket Flevoland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de TOZO 3, wat is dat precies? Ja, de TOZO 3 bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. De ene is een inkomensaanvulling. En dat is gebaseerd op vaste bedragen. Dat is een bedrag van maximaal 1500 euro voor een echtpaar. En 1050 euro voor een alleenstaande. En dat is een aanvulling op het inkomen wat een ondernemer heeft uit het eigen bedrijf. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld andere inkomsten die iemand kan hebben. En de inkomsten van de partner, niet te vergeten. En een ander onderdeel van de TOZO is de kredietfaciliteit. Die vooral bedoeld is voor de vaste lasten die je als ondernemer moet betalen. Maar omdat je dan getroffen wordt door de maatregelen in verband met de coronacrisis, dat je daartoe gewoon niet in staat bent. En dat krediet, dat is tot maximaal 10.154 euro. Ja, mag ik het zo samenvatten dat er eigenlijk dus inkomsten wegvallen door de coronacrisis en dat je dus een overbruggingsregeling kunt krijgen, zodat je het kunt overleven voor een tijdje? Ja, daar is het zeker voor bedoeld. En dit is de opvolging van TOZO 1 en 2. En we hebben toen in maart natuurlijk, toen de maatregelen begonnen, toen is de TOZO 1 gelijk gekomen. En inmiddels zitten we aan de derde fase, TOZO 3. En deze periode is ook bedoeld om ondernemers ook de kans te geven om zich ook te oriënteren, te heroriënteren. Van ga ik verder met het bedrijf op deze manier of moet ik zaken gaan bijstellen? Of ga ik misschien wel overwegen om te stoppen met het bedrijf en op zoek te gaan naar een baan? En daar is deze periode ook vooral voor bedoeld om die ondernemers dan ook de tijd te geven om aanpassingen te doen of een andere weg te kiezen. Ja, want deze periode loopt best wel lang door, hè? Ja, deze periode loopt tot 1 juli volgend jaar. En de afgelopen twee periodes was het steeds voor 3 maanden. Dus ook echt vanuit de gedachte dat die ondernemer ook de kans moet krijgen om hier goed doorheen te komen. Want het Rijk heeft natuurlijk het liefst dat ondernemers die een levensvatbaar bedrijf hebben, dat die ook de kans krijgen om weer verder te gaan. Want dat scheelt natuurlijk ook werkgelegenheid. De ondernemer blijft aan het werk, maar natuurlijk ook het personeel wat daarbij in dienst is. Maar als het echt niet meer gaat met het bedrijf, dan willen we ook graag dat de ondernemer de kans krijgt om of bijvoorbeeld ook om te scholen of op zoek te gaan naar ander werk. Nou is het dus TOZO 3, zoals je zei. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Wordt er dan over een tijdje weer bekeken of er weer een nieuwe regeling nodig is? Nou, na deze 9 maanden, het is toch een hele periode, na juli volgend jaar, zijn er natuurlijk ook maatregelen die er eigenlijk nu al zijn. Hè? Dus naast de TOZO is het zelfstandige loket eigenlijk altijd bezig met het uitvoeren van maatregelen voor ondernemers die toch financiële tegenwind hebben. En daarbij hebben we ook kredietfaciliteiten en ook inkomensondersteuning. Deze TOZO-regeling is vooral bedoeld voor die ondernemers die getroffen worden door de maatregelen vanwege de coronacrisis. Maar er zijn dus ook nog alternatieven beschikbaar bij het zelfstandige loket. En daarnaast kunnen ondernemers ook in Flevoland gebruik maken van dienstverlening van MKB Doorgaan, waarbij ze dus ook gesprekken kunnen krijgen met bedrijfsadviseurs die hun eventueel doorverwijzen naar partijen die de goede hulp kunnen bieden of de goede financiering. En ook die dienstverlening is kosteloos. Dus naast wat het zelfstandige loket doet, is ook dienstverlening voor MKB Doorgaan kosteloos voor de ondernemer. Ja, nou zitten jullie als zelfstandige loket Flevoland in Lelystad, maar jullie werken voor iedereen, hè? Voor alle ondernemers in Flevoland. Ja, alle ondernemers die in Flevoland wonen. We hebben afspraken met alle gemeenten in Flevoland dat de werkzaamheden die worden dan uitgevoerd door het zelfstandige loket Flevoland. Dus mensen kunnen zich gewoon melden via de website. Maar we zijn ook bekend bij het ondernemersplein in Almere en overigens ook in Lelystad. Dus ook via die ingang. Maar als het gaat om het aanvragen van deze regeling, gaat dat gewoon via de website van het zelfstandig loket Flevoland. Oké, wat doe je? Aanvraag... Ja, dus naar de website. Maar dit is niet het enige wat jullie doen, hè? Die TOZO regelen voor Flevolandse ondernemers. Wat doen jullie nog meer? Ja, we doen daarnaast kredietverlening en ook inkomensaanvulling. En dat is op grond van de regeling het BBZ. En dat staat voor besluitbijstandverlening voor zelfstandigen.
Dat is een hele belangrijke, want dan moet je denken aan kredieten tot zelfs wel bijna 2 ton voor bestaande bedrijven. En voor startende bedrijven tot maximaal 35.000 euro. Dus dat gaat echt om grotere bedragen. Dus is ook vaak interessant voor bedrijven die ook wat groter zijn of meer personeel hebben. Maar daarnaast doen we ook de inkomensvoorziening voor oudere ondernemers die echt willen stoppen met hun bedrijf. Maar het kan ook zijn dat je als ondernemer schulden hebt opgebouwd. En dat zien we natuurlijk zeker in deze periode. En voor die ondernemers hebben we dan ook de toeleiding naar de schuldhulpverlening. Maar die wordt vaak samen ingezet met die inkomensondersteuning. Ja, jullie zijn dus al een tijdje bezig met die regelingen voor ondernemers. Merken jullie ook nog schroom bij ondernemers om bij jullie aan te kloppen? Of weten ze toch wel makkelijk de weg te vinden? Ja, dat is een goede vraag. De schroom is hoog. Het is niet het eerste waar een ondernemer aan denkt. Nee. Hè, om hulp te vragen als het niet goed gaat. Dat geldt voor particulier, maar dat geldt zeker bij ondernemers. Wat ik wel zie, dat de crisis treft ons allemaal. En je ziet nu dat toch helpt om ondernemers sneller die stappen te laten zetten. Dus er zitten heel veel ondernemers in deze situatie. En dat maakt het erover praten wat gemakkelijker. Maar ik hoop dat ondernemers zich beseffen dat het beter is om toch snel stappen te nemen als het dreigt fout te gaan. En hoe eerder je erbij bent, hoe meer er ook nog mogelijk is. Dus wij zien als ondernemers laat komen, dat we vaak alleen maar bezig zijn nog met het helpen bij het oplossen van schulden en beëindigen van bedrijf. En daar wil je natuurlijk het liefst niet mee bezig zijn. Dus voorkomen is wat dat betreft soms ook beter dan genezen. Maar verwacht u eigenlijk een grote toeloop voor de TOSO 3, die dus vanaf 1 oktober volgende week van start gaat? Want zitten er in de voorwaarden zitten de voorwaarden in die anders zijn dan in de vorige 2 regelingen, waardoor misschien de toegang toch wat minder makkelijk is? Ja, de grote wijziging die er nu is dat er ook gekeken wordt naar vermogen. En dan niet zozeer vermogen wat je in het pand hebt of in middelen, maar vooral in liquide geldmiddelen die ondernemers hebben. Dus als je geld op de bankrekening hebt staan, hè, maar ook op de bankrekening van je partner of andere spaartegoeden. Als dat boven de 46.000 euro ligt, dan val je buiten de regeling. Dat is dus een verscherping van de toelatingseisen. Maar ook al is dat privé, dus dat maakt niet uit. Wat zeg je? Ook al is dat privégeld, dat maakt niet uit. Ja, nee, dat maakt niet uit. Er wordt zowel zakelijk als privé gekeken. Wat heb je aan geldmiddelen beschikbaar? Dus het moet echt beschikbaar zijn. Vandaar dat ik ook zeg, wat in bedrijfspanden zit, daar kom je niet aan. En dan moet je gaan verkopen. Nou, dat is allemaal niet de bedoeling. Het gaat dus echt om geldmiddelen waar je over kunt beschikken. Ja. Dan weten we genoeg volgens mij, Jannie van den Berg van het zelfstandige loket Flevoland. Dank je wel. En voor de mensen die mee hebben geluisterd, wil je nog meer horen over regelingen? Luister dan vrijdagochtend ook even na 9 uur. Want dan gaan onze collega's Leo en Joline in gesprek met Horizon Flevoland over een andere financiële regeling voor ondernemers, de KOL.